Mijn naam is Gershwin Bonifacia en dit is mijn column over diversiteit binnen de Nederlandse sportbestuurswereld. Een vrouwelijke algemeen directeur, een bestuurslid afkomstig van de voormalige Antillen of een Turkse hoofdopleiding is ver te zoeken. Ruimte voor diversiteit binnen de sport kent dus duidelijk een plafond. Terwijl iedereen roept veel aan diversiteit te willen doen. Maar de toegevoegde waarde van de sporters, met een verscheidenheid aan achtergronden inmiddels al lang bewezen is, leeft er binnen de Nederlandse sportbestuurswereld toch nog altijd een ons kent ons cultuur. De witte old boys network is moeilijk te doorbreken. Ik liep van de week langs een voetbalvereniging en zag een Marokkaanse jongeman een voetbaltraining leiden. Ik vroeg mezelf af, zou hij de ambitie hebben om een toptrainer te willen worden? Is hij zich ervan bewust dat, in tegenstelling tot de talloze topvoetballers, er weinig toptrainers zijn van Marokkaanse afkomst? Zo ja, wat doet dit met zijn zelfbeeld? En wat voor toekomstperspectief heeft hij? Dit zijn allemaal vragen die mij te binnen schieten als ik denk aan het gebrek aan diversiteit binnen de sportbestuurderswereld. Sport heeft een verbindende werking en is in staat om als rolmodel van de samenleving te dienen. Echter, de realiteit is dat degenen die dit allemaal bestieren nog geen afspiegeling van de samenleving zijn. Het gaat erom dat je als vereniging een omgeving kan creëren waarin iedereen zich gezien, gehoord en thuis voelt. Echter verandert de definitie van thuis voelen wat logisch is, omdat ook de samenleving verandert. En dat vraagt om een andere kijk en ruimte voor diverse inzichten, zodat ook de leden van verschillende etnische achtergronden zich geaccepteerd voelen. Met dezelfde cultuur binnen de hoge sportbestuursfuncties gaat dit niet werken. Meer diversiteit binnen de sportbestuur, binnen de landelijke sportbesturen is een vereiste. Als je met oog tot de toekomstige generatie een inclusieve en multiculturele omgeving wil creëren. Waarin iedereen zich thuis kan voelen, waarin iedereen zichzelf kan zijn.